Welkom bij de tweede video in deze maandelijkse serie in samenwerking met Coinmurs, waar we iedere maand 100 euro investeren in crypto. Ik ben hier geen expert in cryptocurrencies, maar ik geloof wel in de toekomst hiervan. En dat is ook een reden dat ik een klein percentage, een paar procent van mijn vermogen, uiteindelijk ook in cryptocurrency wil investeren. In deze video gaan we kijken naar mijn portfolio rondom Bitcoin, Ethereum en Cardano. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog als je ook gelooft in crypto op de lange termijn. En natuurlijk om het kanaal te helpen. En dan gaan we nu beginnen met de video. Maar laten we dan eerst even gaan kijken naar mijn portfolio die ik de afgelopen maand dus ben begonnen. Want als ik inlog op mijn Coinmurs account, dan zien we hier dat mijn wallets dat er eigenlijk drie zijn. Ten eerste 100 euro aan Coinmurs coins. Dus ik heb al de 100 euro gestort om zo meteen weer een aankoop te gaan doen. De vorige keer had ik de helft van die 100 euro geïnvesteerd in Bitcoin en de andere helft in Ethereum. Nou, we zien dat we een return on investment hebben van 1% op Ethereum. Dat is dus 50 cent meer waard geworden. En Bitcoin heeft het een stuk beter gedaan met bijna 18% rendement. En dat is nu dus $59 of €59 bijna waard. Dus we zijn er al zeker iets op vooruit gegaan. En dat is een best mooi rendement in een maand tijd. Er zaten best wel wat fluctuaties in de koersen van zowel Bitcoin als Ethereum. Maar een maand later, en het gaat dus vooral ook op de lange termijn, staan we er een stuk beter voor. Kijken we dan even naar het nieuws rondom Bitcoin de laatste maand. Wat dan vooral opvalt is dat er weer een nieuw record is voor Bitcoin van iets over de $60.000, oftewel €50.000. Wederom een nieuw record, het zoveelste record van Bitcoin al dit jaar in de laatste maanden. Dus het gaat gewoon heel erg goed. We hebben het er vorige keer al over verteld dat er steeds meer interesse komt in Bitcoin. Niet alleen vanuit particulieren, maar steeds meer grote bedrijven ook. En ook dat is een belangrijk nieuwsbericht. Want we hadden al eerder dus die grote partijen dat ze richting crypto gaan. Dat konden pensioenfondsen zijn. Maar het zijn nu ook banken zoals Morgan Stanley die nu gaan toegang tot crypto eigenlijk via fondsen gaan aanbieden aan hun rijke klanten. En waarom doen ze dat? Omdat juist die rijke klanten daarom hebben gevraagd. Dus dat is een heel erg belangrijk punt. Dat juist rijke mensen zijn misschien ooit jonger, maar vaak ouder. En ook zij zien natuurlijk dat crypto zo populair wordt. Dus wederom een reden dat Bitcoin daar natuurlijk op reageert. Kijken we dan naar Ethereum, dan zien we dat zoals we net ook al zagen bij mijzelf, 1% hoger stond dan een maand geleden toen ik het kocht. Of iets meer dan een maand geleden. Dus er is eigenlijk heel weinig gebeurd, behalve dat het wel heeft meebewogen met wat Bitcoin heeft gedaan. Het is nu wel een belangrijk punt voor de technische analyse rondom Ethereum. Het kan uitbreken naar boven, wat heel erg positief kan zijn. Het kan ook wel uitbreken naar beneden. Dus dat is een beetje afwachten wat de komende dagen of weken gaat gebeuren. Gaan we dan door naar de cryptomunt die ik deze maand wil gaan toevoegen. En dat is Cardano. Heel belangrijk om mee te beginnen. Cardano staat nu gewoon heel erg hoog. Zelfs na de dip van de afgelopen week is het nog steeds best wel stevig aan de prijs. Het heeft gepiekt op $1,44 in eind februari. Nu zo rond de $1,18. Maar drie maanden geleden was het bijvoorbeeld nog maar $0,13 waard. Dus hou dat wel in de gaten. Het kan wel heel erg populair zijn. Maar bekijk ook wat het de laatste maanden eigenlijk heeft gedaan. En daarom is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om dollar cost averaging toe te passen. Dat gaan we ook doen met dit portfolio in principe. Want wij kopen maandelijks in. Dan kopen we waarschijnlijk ook op de pieken, maar zeker ook wel in de dalen. En dan hopen we dat in ieder geval gemiddeld, en dat is ook wel de verwachting, dat we gemiddeld dus beter uitkomen. Want we weten gewoon niet wat de koers gaat doen. We kunnen nu wel zeggen, het is nu relatief duur met een maand geleden. Maar misschien is het volgende maand ook wel verdubbeld. Dus ik ben geen expert, maar ik denk dat zelfs experts niet weten wat de koers gaat doen. Misschien wel over een paar jaar wat de verwachting is. Maar al die momenten tussenin is gewoon heel erg lastig. Dus wij gaan daarom ook gewoon maandelijks kopen. Zodat we hopelijk dus gemiddeld goed uitkomen. Maar waarom kies ik dan juist voor Cardano? Nou, Cardano is juist heel erg populair. Dat zagen we ook wel aan de koers de laatste tijd. En ik merk dat ook in mijn omgeving of in onze community dat het gewoon vaak over Cardano gaat. Aan de ene kant kan dat FOMO zijn. Fear of missing out. Oftewel mensen zien het stijgen. Willen daarom juist meedoen. Moeten we ook zeker in gedachten houden. Maar als we gaan kijken naar het project, dan zie ik daar ook heel veel potentie in. Heel veel goede dingen, waardoor het ook echt wel interessant is om in te investeren. Kijken we namelijk naar het Cardano project, dan zien we dat dat begonnen is eigenlijk in 2015. Maar echt is opgericht in 2017 door Charles Hoskinson. Hij is ook de medeoprichter van Ethereum.
En in een YouTube-video uit oktober 2017 legt hij eigenlijk het idee van Cardano uit. Dat is zeker een aanrader. Het is een video van 50 minuten, maar wel zeker heel erg interessant. En ik zal een link daarvan ook hierboven en ook onder de video plaatsen. Nou, Cardano is wat hij noemt een derde generatie van blockchain. De eerste generatie was Bitcoin. Dat was echt bedoeld om betalingen te doen. De tweede generatie was zeg maar wat Ethereum is. De invoering van smart contracts en toepassingen, waardoor het gewoon flexibeler wordt en er veel meer mogelijk is. En nu zijn we dus bij de derde generatie en dat is dan Cardano. Dat zegt hij natuurlijk wel zelf, maar laten we zeggen dat de derde generatie Cardano is. Een oplossing is dan ook gezocht voor schaalbaarheid, beperkingen en consistentie voor de toekomst. Dus het is gewoon weer een verbetering op basis van wat Bitcoin en Ethereum al waren. Dus ze gaan daar gewoon verder op. Natuurlijk omdat Charles Hoskinson ook de medeoprichter is van Ethereum. Ik denk dat hij daar ook weg is gegaan omdat hij gewoon zelf meer mogelijkheden zag, verbeteringen en daarom ook Cardano is opgestart. Dat het uiteindelijk wel weer beter wordt dan wat Ethereum is. En dat is ook wel wat heel veel mensen denken, dat het een serieuze concurrent dus wordt van Ethereum, maar zeker misschien ook wel van Bitcoin. Maar ook de manier waarop het team werkt, is een heel academische manier met heel veel hulp van wetenschappers en universiteiten om alles wat ze doen goed te onderzoeken. Zeker van te zijn dat het nu goed werkt, maar ook zeker in de toekomst goed werkt, dat we echt aan een soort crypto of een blockchain bouwen die echt voor de toekomst klaar is. Want het moet dus natuurlijk sneller, goedkoper en uitgebreider worden. En daar geloven natuurlijk ook heel veel mensen in. En dat is natuurlijk de reden waarom Cardano ook zo populair is. Kijken dan naar het laatste nieuws van de laatste paar weken eigenlijk rondom Cardano. Nou, ten eerste deze week, of eigenlijk vorige week nog, dat Cardano beschikbaar is gekomen op Coinbase. Coinbase is natuurlijk gewoon een heel erg populaire, grote naam met heel veel gebruikers. Dus heel belangrijk dat zo'n coin dan daar ook beschikbaar komt. Eerst was dat op 16 maart voor de pro-gebruikers en vanaf 18 maart was het voor iedereen op Coinbase. En dat zien we eigenlijk ook wel. Dat zorgt gewoon voor een piek. Dat zien we in de koers, al gaat hij nu weer een beetje naar beneden. Maar dit soort nieuwsberichten hebben gewoon een grote impact. Sinds eind februari is Cardano ook een DeFi-platform, wat eigenlijk staat voor Decentralized Finance, oftewel decentrale mogelijkheden voor financiële diensten. En dat zorgt er onder andere ook weer voor, zoals we eerder al zeiden, dat er goedkopere en efficiëntere transacties kunnen gaan plaatsvinden. Eind maart komt Cardano volledig in principe in het beheer van de community. Decentralisatie is gewoon heel erg belangrijk bij cryptocurrencies. En vanaf eind deze maand is Cardano dan in het beheer van de community. Dat is al ingebouwd in Cardano zelf. IOHK, dat is eigenlijk het bedrijf achter Cardano, die hebben het dan al nu opgezet. Maar dadelijk zijn ze alleen nog verantwoordelijk of hebben ze de recht of noem het maar op om het platform verder te ontwikkelen. Maar dan gaat het platform dus al zelfstandig eigenlijk verder door de community. En zoals we eerder al zeiden, dat een bedrijf minder invloed heeft op een crypto, op een blockchain, is gewoon heel erg belangrijk. En dat is dus de volgende stap die eind deze maand gaat plaatsvinden. En natuurlijk moeten we het hebben over NFT's, want die zijn helemaal hot. NFT's is een afkorting van non-fungible tokens, wat eigenlijk gewoon een digitaal certificaat is voor een uniek object. We zagen dat eerst bijvoorbeeld al met Jack Dorsey, die zijn eerste tweet verkocht. Of laatst zelfs nog met een JPEG die voor $70 miljoen werd verkocht. Dus dat geeft eigenlijk wel aan de ene kant welke kant we op gaan, wat er mogelijk is, maar ook hoe gek de markt misschien ook wel is. En met de nieuwste update van Cardano is het nu ook geschikt voor NFT's. Dus ook dat zien mensen weer als echt een mogelijkheid. De combinatie NFT's zijn hot, Cardano was al hot. Dus dat zorgt alleen maar voor meer interesse in het product, in deze crypto. En zelf heb ik geen verwachting wat betreft koersdoel, zeg maar, wat we zouden noemen bij aandelen voor Cardano. Zoals gezegd, ik ben geen expert hierin. Ik zie alleen de mogelijkheden, de potentie van Cardano. Dat is de reden dat ik erin investeer. En je kunt het ook niet zo onderzoeken als dat je aandelen onderzoekt. Dus een waardering hierop loslaten, dat kan ik niet, dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik geloof wel zeker in dat het in de toekomst meer waard is. Hoeveel het waard is en waarom, dat kan ik niet precies zeggen. Maar misschien heb jij daar een ander idee bij. Laat dat vooral ook weten in de reacties onder deze video. Het is in ieder geval, zoals gezegd, voor mij genoeg reden om een klein gedeelte hierin te investeren van die €100 deze maand. Dus laten we weer overstappen naar mijn account op CoinMeurs om de aankopen voor deze maand ook te doen. En wil je nou zelf ook een account openen bij CoinMeurs? Een link naar CoinMeurs vind je onder deze video terug. En het idee voor deze maand is om de €100 die ik heb te verdelen over Bitcoin, Ethereum en dus Cardano. Laten we gewoon beginnen bovenaan met Bitcoin.
We klikken er even op, we wachten even en we kunnen vervolgens hier rechtsboven gaan we voor 25 euro aan Bitcoin kopen. We klikken op buy. Ik heb hem trouwens ook op de Engelse stand staan, zie ik nu. We zien dat er, ja, dat dit de kosten zijn, dat we zoveel Bitcoin krijgen, dat er geen transactiekosten zijn. Ik geloof wel dat er kosten zijn, alleen die zijn zeg maar verwerkt in de spread. Want ik hoorde bij de vorige video wat over transactiekosten. Ja, die zijn dan natuurlijk wel degelijk zo, alleen hier worden de kosten anders verwerkt. Coinmurse is gewoon heel erg interessant, omdat ze een heel erg breed aanbod hebben. Dus niet alleen de populairste paar coins, maar ook heel veel altcoins. Op altcoins is natuurlijk heel veel rendement te halen. En dat maakt ja, een van de redenen waarom Coinmurse dus zo interessant is. Nou, hier zijn we dus mee eens en we gaan dus zeggen buy now. En we zien dus dat onze aankoop is gedaan. We klikken op close. Wachten we heel even op tot de pagina ververst wordt. En we hebben nu inmiddels dus nog maar 75 euro te besteden. De volgende 25 euro gaan we in Ethereum doen. Ja, wederom, dat heb ik de vorige keer al verteld. Een van de top coins en iets waar ik ook echt in geloof. Waar Bitcoin echt iets is voor een store of value. Zie ik Ethereum veel meer mogelijkheden hebben. Hier gaan we ook 25 euro in doen. We gaan hier hetzelfde doen. Buy. We kijken heel even wat ze zeggen. Ja, hier zijn we natuurlijk ook gewoon mee eens. We krijgen dan 0,016 Ethereum bij. We klikken op close. En de laatste 50 euro die ik nu nog over heb, daar gaan we dus op zoek naar Cardano. Dat doen we via het menu op coins te klikken. En dan in het, ja, we zien het inmiddels wel staan dat Cardano best wel een hoge market cap heeft. Dus we zien het ook wel vrij snel terugkomen. We zien het nu dat trouwens ook op 1 euro staat. En hier gaan we de laatste 50 euro in investeren. Daar krijgen we dus 48,7 Cardano of ADA voor terug. En ook hier klikken we op buy now. En dan hebben we de aankopen voor deze maand gedaan. Als het goed is gaan we weer terug naar de wallet. Kunnen we zien dat we geen geld meer te besteden hebben voor deze maand. We staan iets in de min. Ik denk ja, door de aankoop die we net hebben gedaan, de kosten die daar toch bij zitten. En we zien dat we dus voor 50 euro bijna aan Cardano hebben. Voor 75 euro aan Ethereum. En voor 83 euro aan Bitcoin. Omdat we natuurlijk ook al 11% return on investment hebben. Oftewel rendement hebben gemaakt op Bitcoin in de laatste maand. En daarmee zitten de aankopen voor deze maand er weer op. Ook volgende maand gaan we natuurlijk weer opnieuw 100 euro investeren. Misschien in dezelfde coins. Misschien ook wel in een andere. Dus laat ook vooral weten in de reacties welke coins jij aanraadt en vooral ook waarom je dat interessant vindt en of je er zelf in hebt geïnvesteerd, noem het maar op. Op die manier kunnen we elkaar allemaal helpen en kan ik misschien wel meenemen in de volgende video dus. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal. Eventueel met het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.